Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dat was de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven met het slotkoor Ode aan die Freude. Alle mensen werden broeder op deze zondag de 24e september, de dag van de Duitse verkiezingen. En u hoorde het uitgevoerd door het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en vier solisten die ik u straks nog ga noemen. Allemaal onder leiding van Marcus Stens. En het klonk in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam tijdens dit zondagochtendconcert. De vier solisten, sopraan Aga Nicolai, de alt Christina Hammerström, de tenor Zoltán Nyári en de bas Tarek Nazmi, verlaten nu heel even via de grote trap de grote zaal. Komen ongetwijfeld nog even terug en dan zal ook Klaas Stok er waarschijnlijk bij zijn, de koorleider van het Groot Omroepkoor, die het Groot Omroepkoor voor deze uitvoering van de 9e Beethoven heeft voorbereid. Daar is Klaas Stok. En veel bijval voor dat geweldige Groot Omroepkoor. U weet waarschijnlijk hoe dit werkt. Applaus voor groepen uit het orkest. Heeft de houtblazers gehad, de hoorngroep. Dit zijn de trompetten en het lage koper. Het hele hout komt aan de beurt en het volledige orkest. Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van chef Marcus Stens. Van deze uitvoering van Beethovens 9e symfonie is zojuist ook een webcast gemaakt. Misschien kijkt u wel. Zo niet. Het valt allemaal later terug te zien. Onder meer in het videoarchief van het zondagochtendconcert. En dat vindt u allemaal via de webpagina hetzondagochtendconcert.nl. En als u zometeen het applaus weer hoort aanzwellen, dan weet u dat ook de solisten weer op het podium staan. Die uiteraard ook allemaal een boeket krijgen. Ik ga u vast vertellen dat de techniek van deze uitzending vandaag werd gedaan door Gert Altena. Met steun van Per van der Sande, muziekregie Ron Ford. En het zondagochtendconcert is een samenwerking van AVROTROS en het Koninklijk Concertgebouw. Het was een mooie ochtend, als je het mij vraagt.